Deze week worden verschillende mensen verrast met de mededeling dat ze een vrijwilligerspenning ontvangen. Zo werd ook Antoon Snijders woensdagochtend overvallen met zo'n verrassingsbezoek. Vele betrokkenen waren erbij om hem in het zonnetje te zetten. Antoon wist eventjes niet wat hem overkwam. Ja, ze hadden het over een overval. Dat was nou toch allemaal. Hè? Maar toen zag ik ons man binnenkomen met de rolstoel. En toen dacht hij, ja, ik snap er niks van. Niks. Ik weet ook niet waar het over ging. Toen nog niet. Ik wist wel dat ik in het middelpunt van de belangstelling kwam staan. Maar ik moest denken, waar gaat dit nou over? Maar uiteindelijk viel het kwartje en hij was duidelijk ontroerd. Antoon krijgt de penning omdat hij als betrokken Udenaar veel werk heeft verzet. Een heel bekend figuur hier in Uden. En toen op een gegeven moment die aanvraag binnenkwam van de gemeente van God, kunnen jullie iemand voordragen? Toen schoot bij mij inderdaad meteen in mijn gedachten, dit moet Toon worden. Iemand die zo lang en zo intensief is bezig geweest voor de gemeenschap hier in Uden, die moet gehuldigd worden. Als het over Uden gaat, dan spits ik mijn oren. Ik ben een geboren Udenaar. En ik heb de ontwikkeling ook van Uden zien komen van de tijd van de eerste crisis, de 30e jaren als schooljongen. Ik heb namelijk een goed fotografisch geheugen. Ik kan me vroeger heel veel herinneren en daar ben ik heel blij mee. En dan kunnen we dus door die geschiedenis heen wandelen en tot nu. Hè? En dan zie je de geweldige veranderingen, de positieve dingen, maar ook de negatieve dingen. Hoopt u dat hij nog lang zo actief blijft voor jullie? Ik zou het wel hopen, maar ik denk niet dat we dat van hem mogen verlangen. Hij gaat straks in Boekel wonen. En dan wordt het heel moeilijk om iedere keer naar Uden op en neer te komen om nog een beetje vrijwilligerswerk te doen. Hij heeft op dit moment even zijn handen vol aan zijn vrouw, die de nodige verzorging vergt. En dat is zijn eerste prioriteit op dit moment. Maar de contacten met Antoon zullen zeker warm worden gehouden.